Ik wilde me gewoon echt een soort van verstoppen de afgelopen tijd. Hoi, welkom op mijn kanaal en welkom bij deze nieuwe make-up date video. In de make-up date ga ik me opmaken terwijl ik je bijpraat over een bepaald onderwerp. Het kan van alles zijn. Je kan in de afspeellijst kijken naar de vorige make-up dates en wat ik daar behandeld heb. Bijvoorbeeld over mijn gewicht, maar ook over angststoornis. Nou, je weet bijna wel alles van me als je in mijn make-up dates kijkt. Maar zoals je misschien al is opgevallen, heb ik al make-up op. We gaan het vandaag iets anders doen dan normaal. Dit is de no make-up date. Ik ga mijn make-up eraf halen terwijl ik met je klets. Dus we hebben gewoon weer een date. Maar onze date is even iets anders vandaag. Het is eind van de dag. Deze make-up zit er inmiddels op. Ik ben klaar om het er lekker af te halen. Ik heb een badjas aan. Ik heb wat te drinken erbij gepakt. Dit is gewoon een hele relaxed video van vandaag. Waarin ik met je klets terwijl ik mijn make-up verwijder. En dat heeft ook te maken met een bepaald onderwerp waar ik het vandaag over wil gaan hebben. Maar dat ga je natuurlijk zien. Normaal zeg ik van doe met me mee. Ik upload natuurlijk 's ochtends. Dan kun je deze video aanzetten terwijl je make-up doet. Je kan deze video nog steeds op je iPhone op je kaptafel aanzetten terwijl je make-up doet. Ook al ga ik mijn make-up eraf halen. Maar je kan hem bijvoorbeeld ook even tot eind van de dag bewaren. En hem dan aanzetten als je ook je make-up gaat verwijderen. Keuze helemaal aan jou. Ik vind het dan ook heel leuk dat je kijkt. En we gaan beginnen. Ik ga maar wel even gelijk mijn haar vast doen. Wel leuk toch een beetje zo. Hè? Haar los. Mooi. Maar het is gewoon niet handig met het verwijderen van make-up. En ik ga gelijk wat nieuwe producten gebruiken vandaag. Dat leek me wel erg goed bij passen. Zoals je weet, ik test altijd graag nieuwe producten uit. Dus waarom vandaag niet? Ik heb producten gekregen uit een nieuwe lijn van Garnier. De Garnier Botanische lijn. En daarin zitten 4 ingrediënten. Dat zijn 4 aparte lijnen met producten. Dit zijn de producten met rozenwater. We hebben reinigingsmelk. Een tonic. Een crème en een balsem, wat ook een masker is. En rozenwater staat bekend om zijn verzachtende eigenschappen. Is daarom ook heel geschikt voor de droge tot de gevoelige huid. En wat je misschien wel op de verpakking ziet staan, en dat geldt voor alle producten. Ik zal het hier heel even laten zien. Is dat dus 96% van de ingrediënten van natuurlijke oorsprong zijn. En die 4% die is voor conserveringen en voor parfum. 96% vind ik best wel veel. En wat ik ook heel goed vind is dat de ingrediëntenlijst is uitgelegd. Want ja, hier staat natuurlijk een heleboel. Zo ziet de ingrediëntenlijst er normaal uit. Staat een heleboel wat je misschien niet begrijpt. Nu begrijp ik gewoon gelijk wat er staat. Vind ik echt top gedaan. Dan hebben we ook de producten met groene thee. Groene thee heeft zuiverende eigenschappen. Het is een reinigingsgel en een crème. Geschikt voor de gemengde tot vette huid. Dan is er ook nog een crème met aloe vera. Aloe vera is heel erg hydraterend. Geschikt voor de normale tot gemengde huid. En tot slot de producten met bloemenhoning. Bloemenhoning voedt en herstelt de droge huid. En in deze lijn zitten de reinigingsmelk, reinigingsgel en een balsem / masker. Als ik zo kijk naar de verschillende ingrediënten, dan denk ik dat ik de producten met rozenwater ga gebruiken. Dat die producten het beste bij mij passen. Dat rozenwater het beste bij mij past vanwege de hydraterende eigenschappen. Omdat mijn huid gewoon best wel droog is. En gevoelig, dus die producten ga ik gebruiken. Maar ik heb nog een winactie, mag ik deze producten weggeven? Ongebruikt natuurlijk, voor duidelijkheid. Reageer onder in een comment welk ingrediënt het beste bij jou past. En wie weet win jij wel de producten met dat ingrediënt. Dus kleine moeite, doe dat zeker even. Misschien heb je al nieuwe huidverzorgingsproducten. Nou, ik ga beginnen met het reinigen van mijn gezicht, het verwijderen van mijn make-up. Dat ga ik doen met de botanische reinigingsmelk met rozenwater. Zo, is even een watje. Ik ben trouwens echt zo lazy dat ik gewoon, ik heb dit nog eens heel lang geleden ontdekt, maar dat ik gewoon nu altijd 2 watjes pak. Eerst omdat ik altijd gewoon een watje, ging ik 1 oog schoonmaken, nog een watje, andere oog. Maar doe ik gewoon gelijk, bam! En dan laat ik het even zitten zo en dan verwijder ik het. En ik weet dat het altijd lijkt alsof ik heel hard duw op camera. Maar ik zweer dat ik dat echt niet doe. Maar dat het op camera veel erger lijkt. Omdat ik beauty video's maak, make-up video's maak. Dit soort video's waarin ik me normaal opmaak. Nu verwijder ik mijn make-up. Hè, normaal ben ik me aan het opmaken terwijl ik tegen jullie praat. Ik krijg er ook vaak wel de vraag van durf ik wel naar buiten zonder make-up? Vind ik mezelf mooi zonder make-up? Dat is best wel een lastige vraag. Want ik draag bijna elke dag make-up. En ik zal niet ontkennen dat ik me mooier voel met make-up. Of misschien zelfs meer mezelf. Maar zonder make-up ben ik ook mezelf. Ik ben het allebei. En dit mag er allebei zijn. Je ziet mij ook vaak genoeg zonder make-up. Zeker aan het begin van de video, voordat ik me ga opmaken bijvoorbeeld. En vroeger was ik er echt onzeker over. Over mijn gezicht zonder make-up. Durfde ik echt niet over straat zonder make-up. Nou, nu ga ik gerust
naar de bakker zonder make-up. Als je me tegenkomt, ik heb geen make-up op. Ik zeg gewoon gedag, ik schaam er niet voor. Vroeger was dat zeker wel anders. En wat ik net ook al zei, dat ik meer mezelf voel met make-up. Maar ik vind dat niet per se heel slecht. Omdat wat ik net ook al zei, zonder make-up, daar schaam ik me niet voor. En dat ben ik ook. Het lijkt haast wel alsof het met kleding meer geaccepteerd is. Dat je zegt van, ik wil mooie kleding aan. Maar dat het met make-up een soort van masker is. Terwijl met kleding bedek je in principe ook je lichaam. Met kleding kan je ook uiten wie je bent. Hoe je je voelt. Wat voor stemming je bent. Of je met mensen wil praten of niet. Dat communiceer je daar bewust en onbewust mee. En ik denk dat dat met make-up ook zo is. En ik denk ook van, stel dat je wel onzeker bent zonder make-up. Bijvoorbeeld omdat je een huidprobleem hebt. Ik ben toch wel blij dat er goed dekkende foundation bestaat. Zodat ik mijn rosacea kan camoufleren. Is dat dan zo slecht? Is dat zo erg? Mag dat niet? Waarom zou dat niet mogen? Natuurlijk zou het heel mooi zijn als we onszelf helemaal zouden accepteren. 100% zouden accepteren zoals we zijn. Maar ik denk niet dat het reëel is. Dat je 100% verzekerd over jezelf kan zijn. Maar misschien heeft het ook wel te maken met de mate waarin je zoiets nodig denkt te hebben. Of ja, hoe ver je daarin gaat. Ik probeer met mijn kanaal en met mijn video's absoluut niet de boodschap uit te dragen dat je make-up moet dragen, helemaal niet. Maar het is er, make-up is ontzettend leuk en ik ben blij dat het er is. Ik kan mezelf ermee uitdrukken, ik kan er creatief mee zijn en ik voel me er wat mooier door. Ik vind het een interessante discussie waar we nog niet helemaal uit zijn, denk ik. Maar deel vooral ook je mening hier in de comments. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ik weet dat veel van jullie niet eens make-up dragen of niet op dagelijkse basis. En dan krijg ik ook best wel vaak te horen als ik word aangesproken van, oh, ik ben zelf helemaal niet zo into make-up, maar ik vind filmpjes toch heel leuk. Het is meer dan make-up, mag ik dat zeggen? Maar ik denk het wel. Make-up is verwijderd, ga ik nu de tonic gebruiken. Lekker een watje doordrenken. En de laatste tijd zat ik niet zo goed in mijn vel. Mijn gemoedstoestand is echt een rollercoaster, ik zal het niet ontkennen. Soms voel ik me tijden geweldig en dit jaar is best wel, ja, zo, rollercoaster inderdaad. Woo! Het is de rollercoaster tycoon, of nee, hoe heet die? De Python in de Efteling. Laat het houden op de Python of op de vogelrok, vind ik zelf altijd wel leuk. En ja, ik heb het ook wel gedeeld op Instagram. Ik was best wel, ja, ik was niet onzeker, maar het was gewoon dat ik haast niet in de spiegel wilde kijken. En als ik in de spiegel keek en ik maakte me op, dan keek ik niet echt naar mezelf. Maar meer gewoon naar puur, oh, die eyeliner moet goed gezet worden. Soms dan kijk je aan het einde van je make-up, kijk je tevreden in de spiegel en denk je, damn, I look good. Nou, dat stapje, dat sloeg ik in ieder geval over. En sowieso, ik wilde niet op de foto. Ik wilde gewoon niet verder ook in spiegels kijken of wat dan ook. Er is iets in mijn leven wat niet lekker loopt. En dat uitzicht dan op zo'n manier. Maar dat was heel, ja, dat was wel gewoon even vervelend. En zeker, ja, ik ben beroep waarin ik mezelf zo vaak laat zien aan jullie. Maar ik had dat gedeeld op Instagram. Jullie reageerden echt super lief daarop. Maar ik heb ook nog steeds zo'n periode. Dus ik ben 25. Over het algemeen voel ik me wel lekker in mijn vel. Dat merken jullie denk ik ook wel de laatste tijd met het soort video's wat ik maak. De foto's die ik maak. En babak. Maar ook dan ben ik nog steeds niet 100%. Zelfverzekerd. Ook ik heb nog mijn dipjes. En het was dan ook de keren dat ik in de spiegel keek, dat ik niet mezelf zag. En dat was gewoon puur door, ik dacht eerst van, komt het door de kleur van mijn haar? Heeft Arend het de vorige keer toch anders geverfd? Is het toch net even anders dat ik niet meer mezelf zie? Maar het was gewoon psychisch. Ja, ik dacht, ja, weet je, de kleur van je haar is best wel belangrijk. Als het net iets koeler of warmer is. Maar ik merk wel door juist dat ook weer te uiten, dat je dan weer een soort van uit je hoofd gaat. En dan kun je er naar kijken en denk je, wat is er aan de hand? En dan kun je misschien wel problemen aanpakken waaraan het ligt. Ik wilde me gewoon echt een soort van verstoppen de afgelopen tijd. Nou, in die doosjes zit dus een crème. 'S Ochtends en 's avonds te gebruiken, dus het is een dag- en een nachtcrème. Ziet er ook schattig uit. Er is ook nog dit balsam masker. Je kunt hem dus gebruiken als een masker of als een balsam. Ook 's ochtends en 's avonds. Ja, dag- en nachtcreme. Breng aardappelgereinigde huid. Of breng een dikke laag aan voor een dekkend effect. Oké, 10 minuten laten zitten. En dan inmasseren of wat er over is met een wattenschijfje verwijderen. Lekker dik aanbrengen. Zo. Dit voelt echt super lekker zacht. En ja, vettig wel aan. Maar ook weer niet plakkerig of zo. Ik weet nooit of ik een snor moet meepakken.
doe het gewoon. Snor verdient ook verzorging. Zo, en dat laat ik even lekker zitten. Zo, doe ik ook vaak even zo mijn handen mee bakken als ik er wat over heb. Vroeger, toen ik een jaar 14 was, toen sliep ik zelfs mijn mascara op. Dus nu ben ik wat ouder en nu maak ik me allemaal wat minder druk om. Ja, ook als make-up mijn werk is knap zijn niet het allerbelangrijkste. Andere dingen vind ik belangrijker geworden dan knap zijn. En ik zou niet weten waarom ik minder waardig zou zijn zonder make-up. Maar ik zou ook niet weten waarom ik minder waardig zou zijn met make-up. En ik denk dat ik gewoon wel weer wil zeggen, laten we elkaar er niet op veroordelen. Als jij niet zonder make-up op naar de supermarkt wil, dan ga ik niet zeggen van, je bent een slecht persoon, je moet jezelf ook mooi voelen zonder make-up. We hebben allemaal onze eigen gevechten en onzekerheden. Ja, dan word ik straks weer ongesteld en dan voel ik me altijd verschrikkelijk. Ik voel me echt een worstenbroodje. Gewoon, ik voel me echt totaal niet aantrekkelijk. En dat vind ik gewoon ook echt niet lekker in mijn vel. Nou, en dat waait weer over. En ik denk dat het gewoon ook goed is dingen te relativeren. Het hoort bij het leven. Ja, het leven is een achtbaan. Als je even niet zo lekker in je vel zit, probeer dan ook niet te hard voor jezelf te zijn. En maar van alles te moeten. Omdat je dat eerst wel wilde of kon. Nou, bijvoorbeeld toen ik even niet lekker in mijn vel zat, had ik helemaal geen zin in foto's. Waarom zou ik dan per se een foto moeten maken? Misschien is het gewoon beter om het dan even te laten en dan komt het straks wel weer. Nou, de masker zit inmiddels alweer 10 minuten opruim. Dus ik ga even het overtollige weghalen met een wattenschuifje. Want ik denk niet dat ik dit nog in kan masseren. Ik heb best wel dik aangebracht. Oh, maar mijn huid voelt nu heel lekker zacht. Een klein beetje vettig nog, maar dat vind ik eigenlijk perfect. Ga ik zo lekker slapen en dan morgenochtend is mijn huid waarschijnlijk heerlijk gehydrateerd. En ja, ik ben dol op dit soort beetje balsamachtige, vettige maskers. Gebruik ik vaker ook van andere merken. Het gewoon heel hydraterend is en dat is perfect voor mijn huid. Dus love it. Nou, make-up is eraf. Mijn huid is gereinigd en verzorgd. Geen make-up op dus. Ja, ik vind het niet zo heel schokkend, maar ik heb mezelf natuurlijk wel heel vaak zo laten zien. Zonder make-up. En vroeger in het begin van mijn YouTube carrière vond ik dat echt wel spannend. Nu, ja, ben ik al zo gewend. Nou, dit was de allereerste no make-up date. Video. Misschien dat ik nog een keer zoiets doe, als je dat leuk vindt, of wellicht een iets andere uitvoering, hoe dan ook. Maar ja, ik vond het heel leuk om een keertje, ja, dus andersom te doen, geen make-up opbrengen. Maar eraf halen terwijl we kletsen. Heel erg bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Mwah. Doeg!